De directie en vakbond bij Newmont Suriname zijn vanmiddag voor de bemiddelingsraad verschenen. Dit nadat medewerkers sinds maandag de productie in de Merian-mijn spontaan hebben neergelegd. Volgens bondsvoorzitter Joel Panka wordt het werk gedaan door de stafleden, de contractors en de werknemers die geen lid zijn van de bond. Hij bevestigt, zoals door Newmont Suriname in een persbericht wordt aangegeven, dat er gesprekken zijn gevoerd met de directie en met de groep personen die het werk heeft neergelegd. Het bemiddelingsproces loopt parallel aan de lopende cao-onderhandelingen die in juli 2022 officieel zijn gestart. Het bedrijf benadrukt dat voortzetting van de productie van groot belang is voor het economisch welzijn van het land. Newmont werkt aan een noodplan om de kritische onderdelen van de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten en tegelijkertijd de veiligheid van alle medewerkers en de integriteit van de bedrijfsactiviteiten te beschermen.